Vandaag gaan we het over leuke dingen hebben. De schoenen en tassen trends van dit seizoen. Schoenen nu net toevallig Ines haar favoriet. Dus we gaan het nu gewoon eens met twee proberen. Ik denk dat dat ook wel eens een leuke is. We hebben ook weer drie leuke looks gemaakt met bijpassend de stijlen van de accessoires bij. Ik zal jullie eerst al even vertellen over de trends van de handtassen. Ik vind het dit seizoen helemaal iets anders. Is anders dan anders. Niet de gewone standaardtassen. Je ziet hier die tweedimensionale handtassen, platte tassen. En eigenlijk wel heel plezant als je dat aan hebt. Wat zien we bijvoorbeeld ook? De aktetassen. Die zijn ook een beetje vierkant van model. En oké, dat is groot. Maar, ik moet die aura breken. Op zich is dat wel kei leuk als je zo een pak, een business look hebt. Dan vind je dat wel heel tof staan. Dus best wel origineel. Je zag dat bij heel veel merken. Bijvoorbeeld bij Prada was dat oranje ook op de catwalk dit seizoen. En Marqueen inspireert zich ook wel op die grote merken toch wel. Qua handtasjes, ja, ook de speciale handvaten, de kettingen, ga je in de schoenen ook wel wat terugzien. Dat zie je daar bij die canvas tassen. Daar hebben ze ook weer een beetje die kettinglook gecombineerd met de canvas. Dus het zijn wel heel verschillende stijlen. Ook de verschillende kleuren vind ik heel tof. Als je dan bij deze look gaat kijken, hebben we dat fel oranje gecombineerd met het groen. En het jurkje hebben we dan meer als vest gedragen. Dus dat vond ik ook wel een heel toffe look. De middenste hier hebben we dan ook iets gekleed, casual gemaakt. Omdat we dat vonden dat dat mooi paste bij die accessoires. De bloemenprint met de streepjes. Bij Marqueen mag dat dus ook allemaal. En dan vond het wel heel tof met die fijne schoentjes. Ik ga Ines ook eens wat meer over de schoenen laten vertellen. Want daar is zij ook weer helemaal in thuis. Het is helemaal mijn ding. Dat klopt. Onze schoentjes, ja, je gaat van alles zien. Heel hard in. Caroline draagt die trouwens nu. Dat is dat geperforeerd materiaal. En daar zitten gaatjes in. Keihip. Die ziet er zwaar uit, en dat is een hoed, maar die weegt bijna niks. Dus hij zit heel comfortabel onder mijn voet en dan kun je heel makkelijk heel de dag in bewegen. Wat nu ook een enorme trend is, ten eerste al die platte punten van voor en een beetje dat vierkante. Maar nu ga je ook heel vaak zien die enkelbandjes. Ik vind dat super vrouwelijk. Ik draag daar een iets korter broekje boven en dan valt dat op. Ook heel mooi dat bandje zo in het midden van mijn heel. Fijn haksje en toch lopen die nog heel gemakkelijk. Die zie je hier bijvoorbeeld met ons middelste pop ook in dat felblauw. Want felle kleuren, ze zitten er helemaal in. Goud, die dat ik vast heb, ja, dat combineert eigenlijk bij alles. Dat is een heel makkelijke kleur. Hier nog een trend. Dat is zo de ballerina, maar die hebben we wat meer puntig nu. Touwen bovenop en dat is zo dezelfde afwerking, sluit aan met onze tassen. Kei mooi. Wij verwachten in deze ook nog een blok sandaal, want dat is ook nog een trend. Deze daar zien we die in het oranje, dank u wel. En hoge, een hoge boord van onder. Je staat hoger, maar toch staat het plat. Dus deze, dat blauw, komt binnen in dit modelletje met de geknoopte strik bovenop. Hier hangen ook nog flosjes aan, kleine tijd. Onze sneakers, ja, die blijven ertussen zitten, want dat blijft goed marcheren. Iedereen is daar fan van, jong en oud, kan bij elke outfit. Die ga je hier zien. Dat is onze lage, met een zilveren afwerking achteraan. Zilveren opschrift. Eigenlijk staat er ons merk op zonder dat het er veel opvalt. Het is zo wat een kribbel. De hoge versie. Ook met een donker opschrift. Ook in het oranje. En zelfs in het oranje. Combineert hier heel mooi nu bij ons outfits. En dan de laarsjes natuurlijk. Uw laarsjes. Mijn laarsjes. Ik had ze vorige week al aan hier in dat lichtrood.
En nu een andere kleur. En eigenlijk, ik merk bij mezelf, ik draag minder en minder hakken. Maar ik moet nu wel eerlijk toegeven, deze zit te zalig. Het is er heel goed met stappen. Echt waar. Dan ga ik nog heel even verder gaan, misschien over mijn outfit hier. Waar ik zelf bij aansluit. Kei mooie kleuren. We hebben hier, ja, hoe noemen we die kleur? Weet je dat? Zalm, abrikoos, rozentint. Hebben we nu gecombineerd. We hebben een beetje zotter gedaan met dat felgeel. Ik vind dat zelf prachtig. Blazer erop gestoken. Een beetje gemengd sport en collectie bij elkaar. Hier weer de details, daar hou ik van. Felle sjaal. En ik zou even goed, mijn vest kan hier even goed bij op. Blazer zou ik op mijn kleedje nog kunnen dragen. Dus mixen en matchen, ja. Het is mijn ding. Voilà. Ik vind uw kleedje ook wel mooi trouwens. Draait uit mijn comfortzone. Ja. Ik heb Ines uit haar comfortzone gehaald. Ik heb ze een lang kleed gegeven. En we hebben dat zelf ook wel tof gemaakt met die gele vest op. Waar ik nog één ding nog vergeten. De XXL bag. Dat was de deze. Dus dat zie je ook wel bij heel veel merken, zijn de extra grote tassen. En ja, je merkt dat hier ook, ze zijn echt wel giga. Je gaat ook zien bij de grote merken dat ze echt zo de microtasjes hebben. Die zijn super klein, maar ik heb dat niet aangekocht, want ik vond dat echt niet praktisch. Ik vind dat heel tof om te zien, maar sorry, dat krijgen we niet binnen. Het geperforeerde, omdat we dan toch over de accessoires bezig zijn, wou ik jullie nog even meegeven. Onze ceintuurtjes. Komt er eigenlijk wel mooi in terug. Ja, en zo toch nog dat blinkend. Heel soepel. Ja, die schoenen zitten enorm inderdaad ook soepel. Echt wel licht. Ik vind ons precies wel een beetje Trini en Susanna. Goeie duo, hè? Goeie duo. En aan de ceintuurtjes ook nog weer, dat geperforeerde, zie je hier ook wel weer al terug in de sport. Dus de ceintuurs hebben we ook altijd weer wel gecombineerd bij onze accessoires. Ik hoop eigenlijk dat jullie er weer van genoten hebben, want we krijgen keiveel leuke positieve reacties en dat motiveert ons om dat te blijven doen. Zodat we jullie ook thuis kunnen laten zien wat we allemaal hebben. Ik ga jullie ook nog heel even vertellen, we hebben 14 februari, een zondag extra. Wat gaan we doen? Ik vind dat nu een hele goeie, want veel mensen willen echt met twee komen winkelen. Ja, nu is het moeilijk. Maar zondag februari, 14 februari, kunnen jullie op afspraak komen met z'n tweeën. Dan mag het. Dus de winkel gaat dan enkel op afspraak open zijn. Boek op tijd. Ik geef jullie nu de eerste kans, omdat jullie toch wel mijn trouwe kijkers zijn. Bel ons, mail ons voor een afspraak. En dan kan je op Valentijn met je geliefde komen shoppen. Jullie zijn onze Valentijn. Ah! Dag, doei!